In Eindhoven is dit gebouw aan de Lichtstraat helemaal afgebrand. Dat gebeurde zaterdagavond. Het leegstaande pand staat bekend als slaapplek voor daklozen. De brandweer heeft geen aanwijzingen dat er slachtoffers zijn. Door de enorme rookpluimen werden terrassen in de buurt ontruimd. Ook werd een deel van een muziekfestival stilgelegd. De brandweer besloot het gebouw deels te slopen om gerichter te kunnen blussen.